Hannes van den Bruggen, deze ochtend kwam je aan de ontbijttafel op de club en er waren geen eitjes meer. Bij Rood van Woede. Boerin Elke. Elke. Inderdaad, boerin Elke die de eitjes moest leveren, had zich overslapen. Ik snap dat niet. Ik word er kwaad van. Je hebt er toen opgebeld. Wat heb je er gezegd? Ik ga dingen zeggen waar ik spijt van ga hebben en dat wil ik niet doen. Maar toen hebben ze beslist om de eitjes te vervangen door cornflakes. Elke beslissing valt in ons nadeel. Elke, ik snap dat niet. Maar je zat toch rustig aan de ontbijttafel. We proberen kalm te blijven, maar dat is echt niet gemakkelijk. Ik hoorde dat het ook onzeker is of ze ook morgen de eitjes zou kunnen leveren. Het is altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. We kregen net het bericht dat er morgen geen eitjes zijn, maar yoghurt à volonté. Ik word er zot van. Dit kan toch... Allee, kom.